Frans, ik begreep dat er om 8:30 's ochtends bij jou werd aangebeld. Komt dat vaak voor of niet? Nee, eigenlijk niet. Nou, en als er wordt aangebeld, wie denk je dan dat het is? Dan denk ik dat het een van mijn familieleden is. Want ik heb vaker verteld, ik heb 10 broers en 4 zusters. Ja. Dus en die komen dan 's ochtends vroeg nog even... Soms, heel af en toe. Ja. Voor naar het werk gaan of als er iets speciaals is of familieaangelegenheden. Dan wordt er wel eens gebeld. En als dat dan niet zo is, is dat dan een opluchting? Je bedoelt in dit geval dat er geen familie stond? Ik denk, gelukkig, geen familie. Nee. Ik zou je vertellen, het was, bleek achteraf Jeroen te zijn, Jeroen de Nijl. Maar die had een soort, bijna terroristenhelm op. Dus ik, in een tiende van een seconde schrok ik toch ook nog even. Ik ga eraan, dacht je? Nou, weet, het is wat overdreven. Maar ik dacht wel, wat is dit nu? Weet je wel, dat... Dat is eigenlijk wat er gebeurde op dat moment. Wat was zijn mededeling eigenlijk? Zijn mededeling was, we komen langs en we hebben een taart voor je. En wil je de doos openmaken en de boodschap voorlezen? En de bakker was zo attent geweest om over de letters slagroom te spuiten. Dus ik kon het later lezen. Het wel. Goed. Nu weet je het wel, hè? Ja, nu weet ik het wel, ja. Omroepman van het jaar. Is dat een belangrijke titel eigenlijk? Ik denk voor de branche wel, voor de, wat ik maar even de binnenwereld noem, de Hilversumse enclave. Dat, ik denk dat dat een belangrijke instelling is, een belangrijke titel, omdat we natuurlijk ook wel een beetje met elkaar een soort kwaliteitsnorm vieren. Dat, dus ik denk het wel. Ik denk niet dat Nederland er enorm van opveert, maar... Maar de binnenwereld wel? Dat denk ik. Ja, jij maakt natuurlijk al best lang deel uit van die binnenwereld. Hoe vaak heb jij dan gedacht, waarom ik niet eigenlijk? Zelden. Zelden? Ja. Een enkele keer bedoel je? Ja, dat... Ik heb straks de namenlijst, dus we kunnen even kijken bij welke naam... je dacht dat dit had ik moeten zijn, ja. Nee. En het is geen valse bescheidenheid. Ik geloof dat ik zelfs in het interview met Jeroen vertelde dat ik het misschien nog meer een prijs voor makers vind. Echt voor makers. Dat, en daarmee overigens ook misschien wel toch nog iets meer een prijs voor de buitenwereld. Mm-hmm. Dus nee, het heeft geen moment. Oprecht is het door mijn hoofd gegaan dat hij... Eerder dat had moeten Jeroen de terrorist voor de deur zou verschijnen. Ja, ja. Nee. Ik heb een paar kleine fragmenten even, want je krijgt die prijs van de redactie van BM. En ze schrijven, Broadcast Magazine, ze schrijven dat juist in het coronajaar NPO zich weer als degelijk en betrouwbaar baken bewijst, waar de waan van de dag alle ruimte krijgt, maar ook in perspectief wordt geplaatst. Dat gebeurt onder andere ook in Op 1, waarvan het onverwachte succes mede op jouw konto mag worden geschreven. Dat is natuurlijk zo. Daar zit misschien ook meteen... Een paar elementen die we misschien even kunnen doornemen, kort. Er zit een zeker, hoe zal ik het netjes zeggen, antagonisme in dit bestel. Dat de omroepen soms een ander belang hebben dan de NPO. Ik ga er even voor het gemak van uit dat de NPO vooral denkt vanuit de kijker. Waar kunnen we de kijker mee plezieren? Terwijl de omroep vanuit allerlei wetgeving ook aan de eigen identiteit moet denken. En soms iets wel of niet kan doen. Wat de NPO graag wel zou willen. Ja. Is dat in de loop van de jaren nou een beetje makkelijker geworden, die omgang met de omroep, of is dat nog steeds een heikele kwestie? Nou, ik weet niet of het heikel is. Het is wel ingewikkeld, laten we eerlijk zijn. Zoveel spelers, dat is bijna evident. Als je met 12 omroepen te maken hebt en je moet zoveel smaken en kraken bij elkaar brengen en ook nog iets van een coherente programmering maken, ja, dan is dat een behoorlijke opgave. He, dat, ik blijf gewoon altijd diplomatiek. Dus, ik hoor het, ja. Dus ik kan jou niet ontlokken tot andere woorden dan een behoorlijke opgave. Nee, ik denk dat iedereen in Hilversum wel weet dat, dat we gek genoeg veel profijt hebben van die meerstemmigheid. En hoe je ook dit bestel duidt, als je gewoon kijkt naar onze prestaties en onze output, kun je ook zeggen dat we veelkleurig zijn, dat we gedurfd zijn. Ik vergelijk ons ook wel eens met Europese omroepen in het buitenland. Nou, die zijn veel meer van het midden. En wij hebben ook nog behoorlijk wat flanken in ons bestel, laat we eerlijk zijn. Hè? Met meer uitgesproken opinies en programma's die je bijna nooit in het buitenland ziet. Dus dat is de winst van dit bestel. Ja, soms de wat schaduwkant is
dat er veel drukte en veel verkeer en veel overleg en veel belangen en ook veel ego's met elkaar in lijn gebracht moeten worden. Verheug je dan in jouw positie op het feit dat er allerlei nieuwe omroepen bijkomen? Zwart, groen, onbehoorlijk Nederland of ongehoord Nederland? Ongehoord, ja. Dat is een verheug je erop? Een consequentie van dit bestel. Verheug je erop? In sommige opzichten wel. In welk opzicht? Nou, ik vind bijvoorbeeld als het over diversiteit gaat, dat Hilversum heel lang dat heeft laten liggen. En dat zal ongetwijfeld ook met de dominante cultuur in Hilversum te maken hebben. Maar het feit dat deze groep nu bijna een soort andere emancipatie afrondt en ook nu denkt van oké, als we het in Hilversum zo organiseren en als je zo je stem kan laten horen, dan moeten wij misschien ook maar een omroep oprichten en op deze manier weerklank vinden. Ja, verheugen is een groot woord. Ik bedoel, maar ik vind wel dat dat een terechte keuze is bij dit bestel. Maar dat, zeg je daarmee tussen de regels dat omroep zwart er eigenlijk moet komen omdat het niet voldoende gelukt is om diversiteit aan bod te laten komen bij het Hilversums omroepbestel? Nou, eigenlijk zeg ik twee dingen. Dit is blijkbaar de manier waarop wij de Nederlandse publieke omroep anno 2020 nog steeds organiseren. Dus waarom dan ook niet deze groepen? Het open bestel. Zeker. Dus dat. En ik zeg erbij, en dat is ook wel een teleurstelling, dat blijkbaar wij niet op eigen kracht in staat zijn geweest om deze veelkleurigheid te laten zien. In voldoende mate. Hè? Kennelijk. Er zijn natuurlijk allerlei goede initiatieven, daar gaat het me niet om. Maar als je zegt, zijn wij, als het gaat om over de multiculturele samenleving, een goede weerspiegeling van die samenleving, vind ik dat in onvoldoende mate. En in die zin zou het fijn zijn als zwart erbij komt. Dat denk ik. Ja, ja. Geldt zoiets ook voor ongehoord Nederland, wat jou betreft? Zeker. Ja. Ik weet natuurlijk niet wat de omroepen gaan brengen. Ja. Maar in Hilversum, als het over Hilversum gaat, gaat het natuurlijk vaak over dat linkse bolwerk. Tegelijkertijd, zeg ik even als professional, echt als professional, en iemand met een professionele opdracht om alle stemmen van Nederland te laten horen. We weten inmiddels dat bijvoorbeeld het populisme niet alleen in Nederland, maar in Europa, in de wereld, kijk naar wat er in Amerika aan de gang is, enorme opgang heeft gemaakt. Dan vind ik het vreemd dat blijkbaar, wederom in dit bestel, die pretendeert extern pluriform te zijn, alle geluiden van Nederland te laten horen. Ja, dat er niet zoiets als ongehoord te horen is, vind ik vreemd. Ja, er zijn mensen die zeggen, het populisme komt toch op allerlei niveaus bij allerlei andere programma's toch ook voldoende aan bod, ook bij de publieke omroep. Maar dat geldt natuurlijk ook voor alle andere stromingen. Ja, maar kennelijk onvoldoende voor de mensen die het betreft. Om die reden denk ik dat ze een aanvraag nu ingediend hebben. Als het ook. En even om het aan te vullen, ik ben nu niet die omroepen aan het beoordelen met jou. Hè? Want officieel. Ik zeg het er bijna voorzichtigheidshalve bij. Ja, ja. Ze moeten hun plannen indienen. Ik heb nog geen plan gelezen of gezien. Ik ben ook niet degene die dat beoordeelt. Maar als het gewoon gaat om van buiten naar binnen kijken, kan ik me een aantal van deze acties wel voorstellen. We gaan het zien. Het zal voor jou misschien wat ingewikkelder worden, omdat er meer spelers aan tafel zitten. Want het open bestel, dat komt zelden echt voor dat het open bestel ook betekent dat er mensen uitgaan, hè? Of organisaties uitgaan. Volgens mij is dat maar één keer gebeurd. Ja, Link, denk ik, of niet? Nou, dan heb je een punt, dan is het twee keer gebeurd. Wat was dat? Link, Veronica. Oh ja, Veronica. Ja. Dus dat staat in ieder geval groot in het geheugen gegrift. Ja. Omdat die natuurlijk ook nog op een andere manier doorgingen buiten het bestel. Laten we het feestelijk houden, want het is tenslotte feestelijk. Hè? Je bent omroepman van het jaar. Je hebt een taart, die heb je al op, denk ik. Ja, zeker. Taart is al op. Er komen nog veel meer dingen bij. Jij bent, denk ik, een van de meest bijzonder geklede mannen van Hilversum. De meeste mannen lopen toch altijd in hetzelfde pak de hele week. Jij niet?
Nee. Maar ook niet, in dezelfde sportieve kleding. Nee, ook niet in dezelfde kleding. Maar er komt in ieder geval nog iets bij, want Eppo van Nispen, wie kent hem niet? Jij kent hem zeker. Is een man die niet per se bekend staat om zijn kledingkeus, maar wel om zijn smaak. En in zijn smaak heeft hij ook gedacht aan een fantastisch jasje, dat hangt daar. Kijk. En een van de keren, bijvoorbeeld, want wat jij nu mist vanwege deze coronatijd, is het grote diner. Het diner waarin al die omroepmannen en omroepvrouwen, die ook omroepman zijn voor dat moment, bij elkaar zitten en dan met elkaar praten en jou gaan toespreken ook. Ja. Ik ben de omroepman van het afgelopen jaar. Dat is ook de reden waarom ik jou dit uitreik. Dat vond ik al een beetje lastig. Ik kreeg zelf de prijs van Bo van Herve Dorens en daar was jij toen ook bij. Maar dan is het tenminste nog niet per se WC Eend. Feliciteerd WC Eend, wat natuurlijk nu in dit geval toch een beetje zo is, als we het hebben over de publieke omroep. Die toespraken mis je voorlopig nog even, maar die gaan wel komen natuurlijk. Alleen we weten niet precies wanneer. Nee. En dan zou Eppo het heel erg leuk vinden, en ik denk ik de anderen ook wel, als je dan dat jasje daarbij wil dragen. Nou, dat gaan we doen. Fijn, daar verheugen we ons ook op. Nog één aspect even, want de publieke omroep heeft zich ontzettend stevig gehouden in dit coronajaar. Maar het is eigenlijk ook het jaar geweest van de programma's die niet doorgingen. Ja. De sportzomer die voor een heel groot deel niet is doorgegaan. Het Songfestival dat niet is doorgegaan. Dat heeft eigenlijk heel veel geld gekost zonder dat we er iets voor kregen als kijkers. Ja, nou ja, dat is iets ingewikkelder. Zeg maar het geld wat we uitgetrokken hadden voor sport en voor het Songfestival onder andere. Dat hebben we allemaal gereserveerd en gaat doorgezet worden, hopen we, in 2021. He, dus er is nog veel om ons op te verheugen, dat op de eerste plaats. En we weten inmiddels dat we ook extra geld van de overheid hebben gekregen om coronaprogrammering in de zomer mogelijk te maken. Dus het is wel zo, en dat ligt echt aan het team van de NPO en de omroep in dit geval. We hebben toen corona uitbrak meteen gezegd, wij gaan geld van het najaar naar het voorjaar halen. We gaan heel veel extra programmering maken. We gaan daar misschien zelfs een beetje risico inlopen. Dus ik wou, omdat ik nou eenmaal deze prijs in ontvangst mag nemen, ook mijn team feliciteren. Ja, want het is een zwaar jaar voor jullie geweest in dat opzicht. Dat er althans in het voorjaar opeens heel veel wegviel en vervangen moest worden. Ja, dat en vooral doorgezet ook. Hè, en soms extra. We kennen allemaal de beelden. Ja. We waren nog maar net begonnen met Op1. En we moesten plotseling 7 dagen in de week. Hetzelfde geldt voor 1 vandaag, voor Tijd voor Max. Nou ja, te veel om op te noemen. We hebben bijzondere programmering gemaakt, frontberichten. Dus we hadden meteen wel de goede vibe en de goede energie te pakken om die programmering. En dat maakt het natuurlijk ook wel een beetje bizar dat een Nederland die in een pandemie is, die veel verdriet te verwerken heeft, zorgen heeft en eigenlijk aan onze kant we enorm full swing bezig waren en ook wel, nou ja, dat mag je natuurlijk, dat is gek om te zeggen, maar ook wel plezier hadden in dat we heel relevant en echt bovenop de bal speelden. Ja. In die fase. Ja, goed, de beloning zit hem in die zin natuurlijk toch dat je ziet dat er dagelijks heel erg veel naar die programma's ook gekeken is. Klopt. Ja. Ja, ja. Er zijn ook wat collega's, collega's van jou en van mij in dit geval namelijk, collega omroepmannen van het jaar, die jou even willen toespreken. Zullen we even naar ze luisteren? Ja. Beste Frans, gefeliciteerd. Het komt je toe, uiteraard. Maar wat ik zo goed vind, je weigert. Want je denkt bij jezelf, ja, dat elitekorps kent ons een beetje. Jeroen, Umberto, Eva, ikzelf, Paul Witteman. Dat zijn al je presentatoren. Daar moet je boven blijven staan. Daar moet je niet mee aan tafel gaan zitten. Daar moet je al helemaal geen biertjes mee gaan drinken. Dus het komt je toe, maar dat je weigert, maakt je legendarisch. Hey, Frans, ik heb het net gehoord. En ik vind het geweldig. Ik mag het tegen niemand zeggen als ik het heel illegaal in de auto, maar het is je zo gegund. Je hebt niet alleen veel betekend voor mij als vriend, maar je hebt nog veel meer betekend voor de publieke omroep, voor de VARA en ook voor al je dierbaren om je heen. Maar je bent een publieke man, een publieke omroepman, dus ook een omroepman echt van 2020. Het is je van harte gegund. Gefeliciteerd en ik neem aan dat we nog een keer uitgenodigd worden voor een flink diner. Hey, doeg jongen, gefeliciteerd. Heel erg gefeliciteerd, Frans. Ik kan me voorstellen dat jij dit
helemaal te gek vind. En dat is het ook natuurlijk. En daarom is het zo jammer dat we dit niet dit jaar met jou kunnen vieren. Met een heel mooi diner. En waar we je een klein beetje zouden kunnen plagen. Zoals dat ook hoort. Maar dat komt vast wel volgend jaar. Dat is iets om naar uit te kijken. Dus voor nu, gefeliciteerd en welkom bij de club. Tja, wat moet je met zoveel loftuiting eigenlijk? Nou ja, inmiddels is het niet allemaal wc-eend. Ik bedoel, Eva, die zit in elk geval aan de andere kant. Ja. Dus dat voelt mooi en gemakkelijk. Ja. Met Matthijs heb ik natuurlijk heel veel mooie programmatische hoogtepunten meegemaakt. Ja. Dus dat komt toch wel extra binnen. Ja, en dan is Paul is iemand die met enige regelmaat weggaat, maar toch op de een of andere manier ook altijd een soort bal aan een draadje. Komt altijd weer terug, hè? Ja, en als één iemand tv-geschiedenis heeft geschreven, is dat natuurlijk ook wel Paul de Leeuw. Het feit dat hij terecht ooit omroepman van het jaar was, maar ook zulke mooie en lieve woorden uitspreekt, ja, dat maakt me bijna stil. Ja, bijna. We naderen een beetje het einde van deze kleine bijeenkomst die we hier natuurlijk hebben. Dit wordt allemaal uitgezonden, waardoor het in ieder geval wat groter wordt, omdat er dan ook publiek bij is. De mooie momenten die je gaat delen met de anderen komen er hopelijk snel aan. Het etentje, de vrolijkheid, het drankje erbij. Frans in zijn jasje natuurlijk. Basketpas. En dan is er... Ja, als je past, ja. Nou ja, alles, je hebt de tijd nog even. Ja, precies, ik ga mijn best om te zorgen dat je in het jasje past. Het zal geen verrassing voor je zijn, Frans. Dit is de beker. Wauw. Hier staat omroepman van het jaar, zoals je ziet. En hier staan alle voorgangers. Ik ga even kijken in hoeverre jij een historisch perspectief hebt. Oké. En ik vraag jou 5 namen te noemen van mensen die hem ooit hebben gekregen. Oh. Gaat je dat lukken? Ja, dat gaat me lukken. Maar okay. Mannen en vrouwen, hè? Ja, zeker. John de Mol. Ja, weet je ook nog wanneer? 2 keer of 3 keer. Ik geloof in de eerste fase. Het bestaat 20 jaar, hè? Het is vanaf 1991. Dat is de eerste keer dat de beker is uitgereikt. Dan denk ik dat hij in 3 of 94... Omroepman van het jaar. Nee, in 93 was Freddy Thies. Have to turn each dubbeltje around, zei hij toen. Dat was de Luxemburgse directeur. Die had ik ook nooit geraden, hoor. Nu verder in dit rijtje. Dus, Nee, John was de eerste keer in 1999. En dat was trouwens na Joop van den Ende. Die kreeg hem in 1997. Die had ik ook genoemd. Ja, oké. Okay. Ja, goed. Nog één. Ik weet ook toevallig wie de eerste was, de omroepman Boudewijn Paans. Boudewijn Paans, ja, precies. Van de VPRO. Ja. Dat staat natuurlijk in je geheugen gegrift, omdat Boudewijn dan sowieso een heel markant figuur is. Laat ik een vrouw noemen, Katie Spierenburg. Ja, weet je ook het jaar? Dat moet zijn 2010. 2009, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2. 2, 2002. En de eerder genoemde Paul de Leeuw, nog een jaartal? 1900. Nee, 2006. 2006. Goed. Ja. En vanaf nu staat er dus bij 2020, komt jouw naam te staan. Nou, geweldig. We mogen elkaar geen handen geven, knuffelen of omhelzen vanwege de corona, maar hier is hij. Ja, en Jeroen, weet je, als je zo met elkaar praat in deze setting. Kijk, tv is altijd een hele toch gekunstelde setting. Hè? Ja. Er staan nu camera's op ons gericht en daar ga je ook allemaal platitudes zeggen. Maar ik ben echt ontroerd. Begrijp je? Dat, ik ben echt geraakt en ik bedoel, ik ga het ook verder niet invullen. Dat is toch wat dit moment met me doet. Nou, dat wou ik toch tegen je zeggen. Fijn. Ja. Ik hoop dat je die beker, ik heb hem op de redactie gezet. Jij gaat hem waarschijnlijk ook op je werk ergens neerzetten. Maar ik hoop dat je er als omroepman een mooi jaar van gaat maken. Gaan we voor ons allemaal. Ja. We hebben allemaal plezier van. Ja, mooi. Dankjewel, Frans. Dank.